Defoe. Reactie, maar dan is er al gefloten. Het gaat sowieso niet door. Defoe heeft blijkbaar iets verkeerd gedaan. Wat doet Defoe verkeerd? Daar steekt hij zijn arm uit. En dan heel veel theater. Ja, die arm is uitgestoken. Maar de manier waarop Jarmolenko naar het gras gaat, alsof hij vol in zijn gezicht wordt geraakt. Het mag natuurlijk officieel niet wat Defoe doet. Maar als je voor al dat soort acties gaat fluiten, dan krijg je ook als aanval aardig wat vrije trappen mee. Dan kan Oekraïne er snel uitkomen. Heel veel ruimte bij Konoplyanka. Konoplyanka wil nog een keer kappen. Dat kan niet, maar het is wel raak. Nee! Rotan wil hem plaatsen. Binnenkantje voet. En dan kan Gerrard nog redden. Hoe krijg je die bal er niet in? Wat een kans voor Oekraïne. Konoplyanka neemt te veel tijd. Maar dan valt die bal zo perfect voor Rotan. Maar die schiet er vervolgens zo slap in dat Gerrard die bal nog voor de lijn weg kan. Kan zelf uithalen. Scherpe voorzet kan ook. Ja, toch weer een grote kans. Garmash daar dichtbij en helemaal vrij. Maar het was net iets te lastig om echt goed op doel te kunnen krijgen. Maar vrijheid, het is toch weer zwak verdedigd. Aanvallende middenvelder, dus zou misschien wel moeten worden opgepikt door Gerrard of Lampard. Nu pakt in ieder geval niemand hem. Dan, totaal nog niet aan. Milner. Gerrard is weer een goede bal. Ja, prachtig. En Cleverley. Hoe krijg je dat voor elkaar? Wat een kans. Wat een paas weer van Gerrard. Beste man op het veld. En dan Cleverley. Ja. Maar dit was pas echt een kans. Gerrard met de paas. Ik denk aan buitenspel voor Defoe, maar dat wordt in ieder geval niet gegeven. Dan legt hij hem perfect klaar hoor. Ja, Defoe doet het ook heel goed hier, maar Cleverley raakt die bal helemaal verkeerd. 23-jarige middenvelder van Manchester United. Iemand bij hem in de buurt. Ja, iemand van de Oekraïne die op de grond ligt. Daar leeft dan die bal vervolgens bij in. Konoplyanka. Schot is goed en het is raak. Het is 1-0 voor Oekraïne. Het doelpunt is van Yevgen Komir. Hier, let op. Tegenstander ligt op de grond. En alsnog krijgt hij die bal in de voeten. Dan is het een paar keer overspelen. En Konoplyanka die met heel veel gevoel die bal erin draait. Prachtig. Geen schijn van kans voor Hart. Gerrard probeert die bal nog te blokken, maar dat lukt ook niet. Het is de fout van Lescott, die wordt afgestraft. Milner heeft Johnson vlakbij. Zelf kappen en dan de paas geven is goed. Cleverley, nu dan. Nee, dit was wel met wat meer overtuiging. En een goede actie, maar nog steeds geen doelpunt voor hem. Prima actie van Milner, die ook nog eens het overzicht bewaart. Dan snel gehandeld, maar de buitenkant van de paal. Dan zit het Cleverley dus ook niet mee. Ook maar weer zomaar die bal in. En wordt heel makkelijk voorbij gelopen, zegt. Die komt wat snelheid tekort, Jagielka. En dat biedt bijna de 0-2. Zo op een presenteerblaadje aan Oekraïne. Maar Beens verdedigt daar nog. Ook niet heel ongevaarlijk voor zijn eigen doelman. Maar kijk hoe Jagielka er daar wordt uitgesprint. Tegenstander met bal, hij zonder. Maar hij komt op alle fronten tekort. Het is dat spits Zozulia net niet bij die bal kan. En Beens wel. Maar wat is. Johnson. Knap gedaan. Johnson. En nee, net niet.
Dit was een van de beste acties van Engeland in de tweede helft. En dan komt hij van de rechtsback. Dat zegt toch ook wel wat. Door de benen van een paar spelers. En dan is het nog een knappe redding van Piatov. Goed uitgehaald met links. Die bal die was er zeker in gegaan. Maar Piatov houdt hem eruit. En dus nog steeds 0-1. Combinatie met Gerrard. Geen ruimte om uit te halen. De paas is wel goed op Sturridge. Die voorzet ook. Daar is hij dan. Nee, de paal. Hoe krijg je hem er niet in, Welbeck? Weer een enorme kans voor Engeland. Ik denk toch zo'n beetje net zo groot als die van Cleverley in de eerste helft. De aanval is goed. Gerrard er weer bij betrokken. De voorzet komt aan. En dan heeft hij een hoek voor het uitkiezen. Hij schiet hem niet tegen de keeper op. Zoals Cleverley het deed. Maar schiet hem ook niet in het doel. Danny Welbeck. Onvoorstelbaar wat een kans zijn ploeg heeft laten liggen. Dat kun je nu moeilijk aanrekenen. Dit is een kans. Weer een kans. Nu dan Welbeck. Hens. Penalty. Daar is de strafschop voor Engeland. Asjeridi. Bertrand brengt de bal voor. Defoe niet. Welbeck doet het eigenlijk toch ook weer niet geweldig. Maar dan komt de arm van Asjeridi omhoog. Een hele bevrijdende zijn. Frank Lampard op Wembley maakt 1-1. En hij wil, Engeland wil meer. Engeland wil winnen. Geef hem een bal op 11 meter en het zit meestal wel goed. Frank Lampard.